Mijn papa was een vlasser vroeger, maar eind jaren 60 ging dat niet zo goed meer in het vlas en heeft hij zoals zoveel overgeschakeld naar een tapijtthuiswever. Ik ben geboren in 70 en dat was toen net die overgang tussen het vlas en textiel. Dus mijn wiegje stond eigenlijk tussen de machines. Toen ik 17 jaar was en ik zei ik ga textiel studeren, dan is dat niet zo wel gekomen geweest thuis. Die vonden dat niet zo leuk, mijn ouders. Omdat ze zeiden dat is niet voor een vrouw. Dat gebeurde wel, bijvoorbeeld als er een vrachtwagenchauffeur toekwam. En hij zag mij dat hij zei, zal ik wel lossen? Ik zei van nee, doe ik dat wel. Ik sprong op de klerk en dan was ik daarmee weg. En ook soms dan ze echt meer tegen mijn man babbelden of tegen mij. Dat pakte niet bij mij. De vrouwen die mochten de bobijnen opzetten, die mochten bobijnen, die mochten de knoopjes maken in de rekken. Maar die mochten niet aan die grote machines komen. Die mochten niet weven. Dat was voor de mannen. Maar waar dan wij zijn, oké, je hebt problemen voor wevers te vinden, voor goede wevers. Waarom niet die vrouwen die toch wel kwalitatief sterk staan in uw weefsels? En dat was eigenlijk waarom dat we de vrouwen uit de rekken wouden halen. En toch ook aan die grote machines wouden doen werken. Elk textielbedrijf, vroeger was dat massaproductie. Ja? En iedereen deed een beetje hetzelfde als iedereen. Ja, nu is dat meer en meer geworden nicheproducten. Dus ja, de ene is gespecialiseerd in veiligheidskledij, de andere in de contractmarkt effectief. Dus voor hotels en voor dan iemand anders voor bedrijven, tapijt, tegels. Dus, iedereen heeft zo'n beetje zich gespecialiseerd meer in iets. Want alles doen, dat is...